De Vliet Awards Sport- en Vrijwilligersprijzen komen er weer aan. En daarmee zet de gemeente inwoners die in 2020 het verschil hebben gemaakt in het zonnetje. Het is voor iedereen een bijzonder jaar geweest. Veel sporters, sportverenigingen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties slaan zich op een creatieve wijze door deze periode. Door te kijken naar wat wel kan en er samen de schouders onder te zetten. Aan deze mensen willen we tijdens de tweede Vliet Awards uitreiking onze waardering laten blijken. Vanaf vandaag kan iedereen uit Leidschendam-Voorburg sporters en vrijwilligers voordragen binnen de 7 verschillende categorieën. Voordragen kan via vlietawards.nl. Daar vind je trouwens ook alle andere informatie over de Vliet Awards. En op vrijdag 12 maart worden de Vliet Awards Sport- en Vrijwilligersprijzen feestelijk uitgereikt. En ja, hoe die avond eruit gaat zien, nou, dat laten we je snel weten, maar zet deze datum alvast in je agenda. Dus eventjes kort samengevat voor nu, wie is jouw favoriete sporter? Sportploeg, vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie? Draag hem of haar via vlietawards.nl voor en dat kan tot en met 31 januari. Wel doen, hè?